Wat ook wel interessant is, is als je alle oude anceneringen ziet van de Man van La Mancha, dan ademt dat helemaal geen Spanje. Ik vind het echt een geweldig land. En ik ben altijd zo verbaasd geweest als ik dus oude anceneringen terugzag op tape en zo, dat ik helemaal niks van dat Spanje voelde. Het speelt echt in Spanje. Het speelt hier echt op dat land van La Mancha. Spaanse kan je bijna niet voorstellen. En ook de muziek. Ik wilde in muziek ook heel duidelijk die Spaanse invloeden terug. Ik hou enorm, en ik weet ook wel iets van flamenco muziek. Dus ik ben bezig om op de basis van die flamenco ritme. En op de klank van de nostalgische klank van, maar ook wel de kracht. De duende, de kracht van de Spaanse flamenco. Die voorstelling ook te maken, zodat hij Spaans voelt. Daarom zijn we ook hier, omdat ik gewoon ook in het decorontwerp en in de muziek en in de benadering dat je moet voelen dat het in Spanje afspeelt. Wij hebben afgelopen vrijdag hebben we een flamenco muziek uitvoering bezocht, met dansers erbij. Ja. Ik mag hopen dat onze voorstelling net zo hartstochtelijk wordt als wat we daar gezien hebben. Een danser, een danseres, die waanzinnig mooi worden door hun dansen. Een zangeres en een gitarist. Ja, zo'n hartstochtelijk geheel. Ik hoop van harte dat onze voorstelling minstens zo hartstochtelijk wordt.